Hallo, Ajax-fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax-nieuws. Het rumoer rondom de toekomst van de fijne Rens bij Ajax begint serieuze vorm aan te nemen. De 21-jarige Rechtsbeck, ooit gezien als een van de grootste talenten van de club, staat mogelijk voor een vertrek uit Amsterdam. Terwijl fans zich afvragen wat dit betekent voor het team, lijkt de interesse van buitenlandse clubs steeds concreter te worden. Maar waarom zou Ajax afscheid nemen van een speler met zoveel potentieel? De situatie lijkt complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Rens, die ooit werd bekroond met de Abdelhak Nouri trofee als beste talent van de Ajax jeugdopleiding, heeft in zijn jonge carrière al meerdere hoogtepunten bereikt. Van zijn debuut in de eredivisie tot zijn eerste doelpunt en zijn rol in de KNVB-bekerwinst van 2021, hij heeft bewezen van grote waarde te zijn voor de Amsterdammers. Toch heeft zijn carrière bij Ajax ook moeilijke momenten gekend, zoals een seizoen waarin hij zijn basisplaats verloor aan Nusseir Masrawi. Ondanks zijn herwonnen vorm lijkt zijn toekomst nu onzekerder dan ooit. Een mogelijke transfer zou niet alleen een grote verandering betekenen voor Rens zelf, maar ook voor Ajax. Met de huidige versterkingen en veranderingen binnen het team reist de vraag of de club voldoende vertrouwen heeft in zijn rol als basisspeler. Het aantrekken van spelers zoals Jorge Sanchez heeft de concurrentie op zijn positie vergroot. Is Rens nog steeds een cruciale pion in de plannen van Ajax, of zien de Amsterdammers hem als een waardevol verkoopobject? Voor de fans komt het nieuws over een mogelijke transfer als een verrassing. Velen zien Rens als een speler met nog ongeëvenaard potentieel. Een symbool van de rijke Ajax Jeugdopleiding. Zijn vertrek zou niet alleen een leegte op het veld achterlaten, maar ook een teken kunnen zijn van een verschuiving in de filosofie van de club. Zijn veelzijdigheid en snelheid maken hem een gewilde speler, niet alleen in de Eredivisie, maar ook daarbuiten. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. De mogelijke transfer van de fijne Rens roept niet alleen vragen op binnen de club, maar ook bij de supporters. Hoe zien de fans zijn prestaties en rol binnen het team? Is Rens volgens hen klaar voor de volgende stap of verdient hij meer tijd om zich verder te ontwikkelen bij Ajax? Deze vragen zijn volop onderwerp van discussie in supporterskringen en op sociale media. Voor velen is Rens een belichaming van de Ajax school. Een jonge, veelzijdige speler met een technische basis die hem geschikt maakt voor het moderne spel. Maar er zijn ook kritische geluiden. Sommige fans wijzen op zijn wisselvallige vorm in de afgelopen seizoenen en vragen zich af of hij voldoende consistentie heeft laten zien om een sleutelrol te behouden. Zijn vertrek zou ruimte kunnen maken voor nieuwe talenten uit de jeugdopleiding of voor ervaren versterkingen van buitenaf. Aan de andere kant vinden veel supporters dat Rens nog steeds een waardevolle speler is die het vertrouwen van de club verdient. Zij zien hem als een belangrijk onderdeel van de toekomst van Ajax, vooral omdat hij zijn beste jaren als voetballer nog voor zich heeft. Een vertrek naar een buitenlandse competitie zou volgens hen te vroeg komen en het risico met zich meebrengen dat hij daar niet voldoende speelminuten krijgt om verder te groeien. De fans van Ajax lijken verdeeld over de kwestie, maar één ding is zeker: de toekomst van de fijne Rens is een onderwerp dat er nauw aan het hart ligt. Wat denk jij als trouwe supporter? Moet Ajax alles op alles zetten om hem te behouden? Of is dit het moment om afscheid te nemen en hem een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te gunnen? Laat je mening horen. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is van een transfer, lijkt de speculatie alleen maar toe te nemen. Wat de toekomst ook brengt, één ding is zeker: de beslissing rondom de fijne rens zal een impact hebben die verder reikt dan het veld. Voor nu blijft de vraag hangen: blijft hij de club trouw of is het tijd voor een nieuw avontuur? Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.